Bij onze redactie kwamen vanuit de planetenbaanflats klachten binnen over tocht, de verwarming en de hoge kosten daarvan. Ze gebruiken de verwarming niet of zeer beperkt omdat ze bang zijn voor hoge rekeningen. Bewoners die wel hun verwarming gebruiken ontvangen jaarafrekening van €2000 en meer. Bij hun verhuurder, de SSW, vinden ze wel gehoor, maar geen oplossing voor de problemen. Zo maken we op uit de reacties als we hun benaderen in de week dat zij de jaarafrekening hebben ontvangen. Nu haal ik hem er net uit de bus. Zie ik ze aan een dik €700. Het is toch te belachelijk voor woorden dit. Een totaalrekening zie ik hier van €1908,16. Ja. En ik moet nu nabetalen 900. Dus kom je op €2400 per jaar. We hebben maar één kachel. Die moet dus de hele oppervlakte van de huiskamer verwarmen. En van de gang, want daar zit dus geen kachel in. We betalen iedere maand €100 voorschot in de maand. Dat houdt in dat je dus voor die 6 maanden €1200 hebt betaald. Ik zie hier een oude type verwarming. Die werkt goed? Nee, die werkt eigenlijk slecht. Omdat de warmte eigenlijk alleen aan de bovenkant eruit komt en je de woonkamer eigenlijk niet goed verwarmd krijgt. Daar moet je altijd de keuken tegenover zetten. Ik krijg over het algemeen altijd terug van de SSW. Maar ja, je zit daardoor wel altijd in de kou. Ja, en dat is als je spierproblemen hebt, ja, ook gewoon niet. Is dat gewoon absoluut niet fijn. Ik heb een rekening binnengekregen voor €2000. En ik heb gezegd dat ja, dat kan ik niet doen. Dus nou ja, andere optie, elektrische kachel. En dat tot nu werkt dat goed. Dus je vaste kosten zie ik om €373 staan. Ja. Dat ja, betaalt zowat iedereen. Vind ik wel apart dat jij hebt variabele energiekosten en die zijn negatief. Loopt jouw meter terug? Ik heb helemaal geen idee hoe dat kan. Wat ik niet begrijp, wij moeten gewoon alles betalen zeg maar, wat wij gebruiken. En ook nog de installatie en de extra kosten. Wat SSW moet eigenlijk betalen, omdat SSW is de eigenaar van dit flat. Dat raam wat we hier zien, dat is zeg maar één groot tochtgat. Ik heb het hele spul maar omgezet om niet constant met een koude rug te zitten. Dus, en dat weten ze. En meneer Van Veen van de woningbouw heeft dat ook gezien en ervaren. En hij zei ook van, nou ja, dat klopt. Maar vervolgens werd er dus niks aan gedaan. Natuurlijk hebben de SSW om een reactie gevraagd. De meeste mensen, zeg maar, het gemiddelde bedrag is €1200, dus €100 in de maand aan stookkosten, verwarmingskosten. Het is, de afrekeningen heeft toch voornamelijk te maken van met het feit hoe stoken de mensen, hoe vaak zijn ze thuis. Wat ik al zeg, zijn de mensen met een hele koude periode zijn ze thuis, zijn ze met z'n tweeën, is het 21 graden, is het 19 graden in huis. Dat is het voornaamste oorzaak van hoge stookkosten of juist lage stookkosten. Ik zie letterlijk de wind onder de vensterbanken vandaan komen. Wat gaat de SSW daar aan doen? Ja, dat mag niet. Dat lijkt me niet. Ik ben niet deskundig op het gebied van onderhoud. Maar het lijkt dat we die klachten heel serieus moeten nemen. En dat we daar ook voor gaan vragen dat die mensen die dat soort klachten hebben, die hier melden. Wat is concreet nu de acties die de SSW gaat ondernemen? Wij willen graag dat alle bewoners hun problemen die ze hebben met het woonklimaat en of waar het ook over gaat, kenbaar maken. Ze kunnen dit kenbaar maken bij SSW. Ze kunnen dit ook kenbaar maken bij de bewonersvereniging. Er is ook een actieve bewonersvereniging, Planetenbaan. Daar kunnen zij het ook kenbaar aan maken. Maar wat belangrijk is, we willen het heel graag weten. Als wij het niet weten, kunnen wij ook niks eraan doen. De SSW is druk bezig met een voorlichting aan de bewoners. Zo werd ons telefonisch medegedeeld.